Ik ben orthopedagoog van opleiding en ik in mijn midden dertiger jaren beslist om volledig voor het theater te gaan. Dus ik ben echt een laatbloeier. Ik zou daar nu op dit moment ook niet meer terug kunnen instappen, want ik weet ook niet of dat ik het theater nog echt zou kunnen missen. Vertrouwen buiten je geloof? Nee, gaan we niet. Ja, we zijn allemaal klaar om te dansen. Ik heb net al gehoord, ga door, man, ik op hem op te anderen. Ik word zot, ik verlies mijn horizon. Laat het dood, maar kom. De productie Flanders Fields en bestemming Poperingen mond vol, maar de audities waren ook als dusdanig. Er waren heel veel kandidaten en het was ook de eerste keer dat ik besefte hoe moeilijk de meeste acteurs en actrices het hebben, want ik had tot dan toe nooit echt auditie moeten doen. Daar is moed voor nodig voor wat hier gebeurt. Maar het was de allereerste keer dat een regisseur mij uit die comfortzone haalde van datgene wat het grote publiek van mij kent. En dat was ook een grote vorm van vertrouwen dat ik kreeg. Ik denk dat wij allemaal op iets wachten om te kunnen vertrekken. Ah. En op wat wachten wij dan, stafverpleegster? Dat is voor iedereen anders. Qua decor, qua omkadering, dat was echt immens. En ik blijf daar ook nu, als dusdanig, nog altijd op die manier naartoe kijken als een zeer immense ervaring. Ik ben stomme kloot geweest. Walter, wat is deze eigenlijk? Kom hier. Oh, zot. Ik ben muziek. Ik ben komen kijken naar Mozart. Daar was ik echt zwaar van onder de indruk. Dat vond ik prachtig. Is mijn lieve vrouw Cecilia Weber. Bonjour, madame. En dat zijn mijn dochters. Dat is Josefa. Een engeltje. Ik herkende daar ook heel veel Vlaamse acteurs en actrices in die ik eigenlijk daarbuiten in compleet andere rollen en gedaante op televisie zag. Wat een metamorfose ik dan zag op het podium. Dat is misschien ook nog wel een goede raad aan jonge theatermakers. Durft soms ook voort zeggen, het kan er niet altijd boemkop zijn. Je kunt niet elke dag uitgekozen worden voor de mooiste rol. Dus ik ben dankbaar voor alles wat op mijn pad komt, ook op professioneel vlak. En ik besef dat niet iedereen het kan waarmaken, want het vraagt ook enorm veel energie vanuit jezelf. Go! Ik herinner mij na de voorstellingen van Flanders Fields altijd weer terug die zeer emotionele reacties van de mensen die de zaal uitkwamen. Die zeer, zeer aangegrepen, zeer geëmotioneerd waren. Zelfs de jongere voorstellingen die we gespeeld hebben overdag voor scholen. Hoe stil het was tijdens de voorstelling. Dus ik heb dat op velerlei vlakken als mens, als acteur echt enorm, enorm waardevol gevonden. Going home, going home, going home.